Volgens mij, Karin, geef ik het woord aan jou. Ja, dat klopt. Hier ben ik. Het woord aan mij, maar heel kort. Want ik wil graag Marjon vragen om in beeld te komen en haar microfoon aan te zetten. Dankjewel, Ingrid. Jij kan je camera dicht doen, ja. Uitdoen en ook je microfoon graag. En als Marjon in beeld wil komen, dan laat ik Marjon alleen met Hendrien. Dag Marjon, goedenavond. Hi, goedenavond Karin. Alles werkt goed. Ik zal de PowerPoint weghalen en ik laat jullie met z'n tweeën. Ja. Marjon, fijn dat je er bent. We hebben afgesproken dat ik jou kort introduceer en dat wij daarna een kort gesprekje voeren over hoe heb jij nou eigenlijk dat ervaren en wat heb jij gedaan om regie te kunnen nemen. Overigens, u kunt vragen aan Marjon stellen. Maar we hebben afgesproken dat we deze vragen na afloop doen, omdat we ook genoeg ruimte willen overhouden om Frits Winter ook ruim het woord te geven en daar ook een vraag aan te kunnen stellen. Marjon, jij bent 57 jaar. 14 jaar geleden heb jij een hartstilstand gehad. Je hebt in coma gelegen. Vervolgens heb je gerevalideerd en gelukkig zit je hier weer, ik wou zeggen fit en vrolijk, maar het is niet allemaal fit en vrolijk, want de osteoporose overviel jou zo'n anderhalf, twee jaar geleden ruw. Kan je iets vertellen over dat beginstadium en waar je nu staat? Ja, klopt Hendrien. Allereerst bedankt dat je me hebt uitgenodigd als spreker op dit webinar. Ik heb zelf vanaf vorig jaar december heel veel baat gehad bij jullie webinars. En ik ben jullie gewoon heel erg dankbaar. Dank je. Ik ben inderdaad jaar juli twee keer gevallen op mijn rug. Ik had gekneusde ribben en heel veel rugpijn. In eerste instantie heb ik hulp gevraagd van de mensen die oefentherapeuten, maar de pijn werd steeds erger. En via mijn huisarts kreeg ik steeds zwaardere pijnmedicatie. Ik ben nog naar een paar fysiotherapeuten geweest. Niemand begreep eigenlijk waar de pijn vandaan kwam en had ook geen ervaring met osteoporose of met rugwervelbreuken. Dus ik ben nog gekraakt door een fysiotherapeut en gemasseerd, allemaal dingen die eigenlijk helemaal niet mogen als je hebt wat ik heb. En op een gegeven moment werd mijn buik ook wat dikker. Ik dacht zelf dat dat kwam door de bijwerkingen van de morfine. Maar op een huisartsenpost waar ik een keer 's avonds laat belandde, omdat ik zo vreselijk veel pijn had, daar zei de arts, je houding klopt niet, je moet foto's laten maken. En dat was eigenlijk na 3 maanden de eerste arts die doorhad dat er wat anders met mij aan de hand was. En ja, toen zijn de foto's gemaakt. En daaruit bleek dat ik 6 gebroken wervels had, waarvan 1 ingezakt en 1 is er nog in de maanden erna ingezakt. En ja, de huisarts en mijn behandelaar boden hun excuses aan. En ik werd doorverwezen naar een orthopeed. Zo. En het is natuurlijk eigenlijk een heftig verhaal, hè? Want opeens kun je niks meer. Kun jij eens iets vertellen over wat die wervelbreuken en die osteoporose, wat voor een effect, en vooral ook volgens mij de pijn, wat voor een effect dat op jou had, wat dat met jou deed en wat je zowel fysiek en... De wervelbreuken hadden een invaliderend effect. Dat ging eigenlijk heel sluipend in die maanden voorafgaand aan de diagnose. Op een gegeven moment kon ik niet meer uit mijn bed komen. Maar ja, omdat die fysiotherapeuten zeiden dat er niks aan de hand was. En me verwees naar een psychosomatische fysio en ga maar veel wandelen, blijf je eigenlijk doorgaan. Maar op een gegeven moment kon ik dus niet meer opstaan uit mijn bed. Na de diagnose kon ik zelfs niet eens meer zitten van de pijn. Ik heb een staafstoel gekocht, omdat alles gewoon te belastend was. Ik kon niet naar het toilet gaan, ik kon niet meer douchen. Dus eigenlijk was ik al mijn persoonlijke verzorging, ja, ik was compleet afhankelijk van mijn man en mijn gezin daarvoor. Okay. Ja, die persoonlijke verzorging heb ik inmiddels wel weer teruggekregen. Dat heeft wel maanden geduurd voordat ik weer zelf mijn voeten kon afdrogen. Mm-hmm. Ik kon ook niet meer lopen. En ik kon en kan ook nog niet koken. Dat is ook nog iets wat mijn dochter eigenlijk steeds doet. En dat vind ik ook gewoon allemaal heel moeilijk wat er bij komt kijken. Ja. Ik was altijd degene die voor het gezin zorgde en nu waren de rollen eigenlijk helemaal omgedraaid. En daarnaast ben ik ook 10 centimeter gekrompen door die wervelinzakkingen. En ja, daar hangt ook schaamte bij.
niet meer blij zijn met je figuur, niet meer blij zijn met jezelf. Ja, dus en schaamte, Marion? Schaamte waarvoor? Ja, omdat je niet meer bent zoals je was, 1,5 jaar geleden. Ja, je houding, hè? Bolle rug, wat dikkere buik en ja, gewoon ja, schaamte inderdaad. En, ja, en daarnaast ook andere emoties als verdriet. Hè, dat die diagnose pas gesteld is door de behandelaars, door mijn huisarts. Allemaal mensen die mij heel goed kenden en die me eigenlijk heel lang hebben doen geloven, ja, dat het niets ernstigs was. Ja, ja. En ook verdriet om de chronische pijn, want dat is wel iets wat blijft. Ik heb een hele lange tijd morfinepleisters gehad, maar ik ben nu nog steeds afhankelijk van de paracetamol en ja, heel veel rustmomenten. Ja, en wat jij in het voorgesprek mij ook vertelde, dat was van ja, hoe doe je dat nou met vrienden en vriendinnen? En je beschreef ook kort van die afhankelijkheid opeens in het gezin, hè? Dat je je dochter en je man allerlei dingen voor moet laten doen die jij normaal deed. Ja. En eigenlijk ook het liefst doet. Maar je had ook een beetje met je vriendinnen, dat je zei van ja, dat is ook nog best ingewikkeld. Ja, er is heel veel onbekendheid en ook daardoor ook wel onbegrip voor wervelfracturen en osteoporose op onze leeftijd dan, zeg maar. Mm-hmm. En waarom kan je dingen niet en waarom heb je pijn en waarom is er geen pijnbestrijding? En dan werd er ook wel eens gezegd, kom, mijn moeder die is ook 10 centimeter kleiner. Maar dan zei ik, ja, jouw moeder is 30 jaar ouder dan wij. En ja, voor mij is ook gewoon een angst van, wat gaat er nog meer gebeuren? Hè? Wat gaat er nog meer gebeuren? En ja, ik zag gewoon geen uitweg meer. Ik had geen hoop op verbetering. Nee. Dus dan beschrijf je geen hoop. Je hebt eigenlijk angst. Je hebt ook nog een stukje boosheid. Een beetje, nou niet een beetje, maar je rouw om verlies van ja, wat er niet meer is. En als je dat combineert met niet hoop. En toen dacht je, ik moet wat gaan doen. Ik moet het heft weer in handen nemen. Of in de handen zien te krijgen. Hoe heb jij dat gedaan? Waar ben je begonnen? Bij jullie. Het was heel erg moeilijk. Want ik was natuurlijk naar die orthopeed gegaan. Maar die stuurde me eigenlijk ook naar huis. Van ik kan niks voor u doen. Alleen pijnmedicatie via de pijnpolie. Maar geen operatie of wat dan ook. En toen attendeerde mijn broer me op jullie vereniging. En daar zei een vrijwilligster, je moet eigenlijk je door laten verwijzen naar een reumatoloog, want dat is de specialist op dit gebied. En daar ben ik heel blij mee, want die reumatoloog heeft bloedonderzoek gedaan, dat was nog niet zo uitgebreid gedaan, scans gemaakt. En daar kreeg ik ook nu een jaarlijks infuus voor versterking van die botten. Dus ja, dat is gewoon een hele belangrijke set geweest, want ja, mijn huisarts kwam daar ook niet mee, dus... Zeg maar, tot de diagnose voelde ik me heel erg alleen, maar eigenlijk na de diagnose ben je nog steeds op jezelf aangewezen. Je moet jezelf de weg gaan zoeken. En ook qua revalidatie. Ik heb een rollator gehuurd om weer te kunnen leren lopen. Dat had ik na mijn hartstilstand ook. En een home trainer om weer een beetje kracht op te bouwen. Ik ben naar goede fysiotherapeuten gegaan, die wel ervaring hadden met osteoporose en rugwervelbreuken. En via een revalidatiearts ben ik naar een ergotherapeut doorverwezen. En zij kwam ook met hele simpele tips, maar die heel erg belangrijk zijn. Wat ik jou al vertelde. Een satijnen laken in je bed en dan met je pyjama, dat je weer kunt bewegen als je in je bed ligt. Want door de afschuwelijke pijn, ja, kan je gewoon helemaal niks meer. De pyjama moet dan ook satijn zijn, hè? Anders schuift het niet. Inderdaad, nee. Nou ja, en toen kwamen jullie webinars weer. In maart kwam er een webinar over bewegen met Kokkie van Santen, de menselijk therapeuten. Ik heb haar toen benaderd voordat jullie het webinar hadden en gevraagd of zij online mij zou willen begeleiden. Want ik kan door mijn rug ook nergens naartoe. Dus ik doe eigenlijk alles online, fysio, ergo, alles gaat via videobellen. Dat is wel heel erg handig. En Kokkie gaf mij toen de tip om met wandelstokken weer te gaan leren lopen in maart, april. En dat heb ik uitgebouwd met de stappenteller. Gewoon elke dag even naar buiten en elke dag een stukje verder. Eerst achter de rollator een bochtje om het huis. En nu kan ik elke dag 2500 stappen of meer. Dus ja, hele kleine stapjes. Eigenlijk ben je eerst begonnen met het weer naar een specialist te gaan met het medische behandeling. Vervolgens ben je gaan zoeken, hoe kan ik nou bewegen?
Hoe kan ik weer uit mijn bed komen en hoe kan ik een stukje zelfstandigheid weer terugkrijgen, mezelf weer verzorgen. Maar je hebt volgens mij ook een aantal dingen gedaan voor de mentale weerbaarheid en de mentale veerkracht. Ik had nog steeds mijn psychotherapeute die ik na mijn hartstilstand al had. Dus zij heeft ook het stukje geestelijke begeleiding heel goed gedaan. En daarnaast heb ik een adem- en meditatiecoach gezocht. Om door middel van ademhaling en meditatie goed te kunnen ontspannen. En ook weer om te kunnen slapen. Want als je zoveel pijn hebt, dan kun je ook op een gegeven moment niet meer slapen of rusten. En ik heb recent weer een andere therapeut. Ik ben gewoon heel erg gaan zoeken wat past bij mij. En dat is een stembevrijdingscoach. Een stembevrijdingscoach? Nou ben ik een heel erg van nuchter en dit klinkt voor mij een beetje zweverig, als ik eerlijk ben. Maar vertel. Door mijn veranderde figuur komen ook je longen en je ademhaling ook een beetje in de knel. En heb ik gewoon gemerkt dat ademhalen en daarbij zingen heel belangrijk kan zijn. Hè, om je ook beter te voelen. En een stembevrijdingscoach, het is geen zangles. In de zin dat je niet leert zingen. Maar je zingt onder begeleiding van een officieel erkende therapeute. Ja, om dingen los te kunnen laten. Je emoties te kunnen accepteren ook. Ja, dat het is zoals het is. En bij mij dan mijn schaamte overboord te zetten. En weer van mezelf gaan houden en van mijn lichaam. En het verdriet en de boosheid een beetje te kunnen verwerken. Het wordt ook vergoed door de zorgverzekering. Dus het is een officieel iets, zeg maar. Ja. Ja. Dat is mooi. Grappig. Mijn volgende vraag is, wat heeft het je gebracht? Maar eigenlijk vertel je dat en passant al wat het jou heeft gebracht. Het heeft jou gebracht dat je in ieder geval een stuk van de negatieve emoties achter je kan laten. Ik neem aan dat ze af en toe nog wel eens oppoppen. Maar dat je het een stuk los kan laten. Je geeft ook aan dat je weer wat meer van jezelf bent gaan houden. Of weer van jezelf houdt. En dat ook te maken heeft met acceptatie. Dat woord heb je niet gebruikt. Maar dat hoor ik je eigenlijk zeggen. Klopt dat? Ja, klopt. En dat komt ook weer door die stembevrijding. En door alles. Ja, je moet het toch weer doen met wat je nu hebt. Ik kan wel. Nou, vorig jaar, maar dat is er niet meer. Dus ik moet vooruitkijken. En uit de slachtoffer. En proberen er weer wat van te maken. Om het zo en genieten van kleine dingetjes. Ja. En ik ben natuurlijk heel dankbaar voor de mensen om me heen. Die mij weer erbovenop geholpen hebben. Je man. Dames, ik zou heel graag willen dat dit gesprek langer zou mogen duren. Maar we hebben nog een spreker. Dus Hendrien. Mijn dingetje gaf me nog een halve minuut. Maar wij gaan gewoon naar de afronding. Volgens mij waren wij ook redelijk naar het einde toe, Marion. Hè? Eigenlijk wat je zegt, je wilt volgens mij nog één ding zeggen. Ga je gang. Ja, gebruik de osteoporosevereniging waar mogelijk. Ik heb zelf in de chat bij een ander webinar een hele lieve lotgenote gevonden. Als het goed is, kijkt ze nu ook. En het is gewoon heel fijn om dingen te kunnen delen, begrip, ervaringen uit te wisselen. En blijf vertrouwen houden, ook al gaat het met kleine stapjes. Probeer gewoon sterker te worden. Ja. Ik wil je heel erg bedanken, Marion. Ik vind het onwijs stoer dat je dit gedaan hebt. En ik ben ook heel erg blij dat je het gedaan hebt, want of je nou osteoporose of niet, ik denk dat iedereen hier iets van kan leren en aan kan hebben. Dankjewel en wij spreken elkaar vast nader.